Op het provinciehuis werd vandaag een feestje gevierd. Met blije bestuurders en gedeputeerden. Handen schuddend en compleet met een fotomoment. De gedeputeerde had 30 miljoen euro te vergeven. Geld dat bedoeld is voor krimpgebieden. En bestemd is om de leefbaarheid in onze provincie te vergroten. En de gelukkige gemeenten zijn Delfzijl, Oldambt en De Marne. Als provinciebestuur hebben wij daarvoor gekozen om het echt gecentreerd te doen, zodat we echt het verschil kunnen maken. En met deze middelen, door op deze drie plekken in te zetten, denken wij dat we dat kunnen bereiken. De gemeente Oldambt is spekkoper met 12,5 miljoen euro. Het geld wordt vooral besteed in Winschoten voor de aanpak van leegstand. Verder wordt de financiële steun gebruikt om het winkelcentrum compacter en kleiner te maken. Zoals gezegd, leegstand terug te dringen en voor de bouw van een nieuw busstation. In de gemeente De Marne en vooral Lauwersoog moeten ze het met minder doen. De 5 miljoen wordt besteed om de kade in de haven te verlengen, het dorp Ulrum mooier te maken en om een waddenmuseum te bouwen. De krimpgemeenten zijn blij met de helpende hand van de provincie. Ja, daar hadden wij toch een probleem gehad met de aanpak van ons centrum en ook van de wijken en de dorpen. In Delfzijl hebben ze ook grote plannen. Het winkelcentrum wordt vernieuwd, de Venneflat wordt gesloopt en er komen meer havenfeesten. En het strand wordt vergroot. Het is een lang gekoesterde wens van een groot deel van onze inwoners. Ja, om het gevoel van het strand, ook zoals het vroeger was, om dat weer terug te brengen. Dus met een groter strand te gaan werken, dat is goed voor de toeristische functie van Delfzijl. En wat ik zei, inwoners hechten daar ook aan.